Testing 1, 2, 3. Och, gedumme. Giet de telefoon ook alweer, hè? Hallo? Och, dat is een mem, hè? Ja. Jolke, ben jij daar, kerel? Jazeker. Ah, dat dacht ik al, hè? Wat zeg je dit? Jazeker, hè? Begin in actie. Sterker nog, het Pyramid Stadion al aan, Jolke, hè? Maar je luistert wel, of niet? Ja. Ah, zit je weer in de knallende knuppel, kerel? Kerel? Ja, dat is genieten, hè? En wat is er een mooie hobby, dat ik wat bedenken kan. Ja. Eén slokje. Ja, doe maar even een slokje. Lekker. Lekkere tarwe smoothie. Is dat lekker spul, hè? Heerlijk. Nou, Jolke, kerel, jij drinkt er nog maar even eentje. Ik ga hier even door met het platenprogramma, hè? Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Zo is, kerel. Lekker doorgaan. Lekker. En geniet ervan, hè? Hou je de kapper maar bij haar, hè? Goed zo, Joep, doe je in de mazzel, hè? Haha, oude alcoholverdamper. En zo zie je maar, in ieder mens zit wel wat goeds. Je moet er alleen zelf in gooien, hè? Tietom! Goed, luisteraars en amateurs in de landen, u staat rechtstreeks in de verbinding met het keiharde signaal van de zender Obama. In stereo en een klein regeltje RDS voor de tekstbeleving, dat allemaal live en clandestien vanuit de platenbarak hier vanaf de Piratenboulevard. Platiseem voor iedereen in de ronde, ook niemand uitgezonderd, alles wat maar leeft en beeft. Uiteraard in het bijzonder voor de lady, onderweg in Unimog. Ah, die staat er weer fris voor, hè? Prachtige machine, hè? Zet hem net even gewassen. De lady roept dan ook altijd, beter blinken dan stinken. Weet niet wat ze daarmee bedoelt. Plaudies ook even voor mijn grote vriend, buurman John, het platenkanon. John die zegt, ladies, hè? Ik heb een wolk van een lady. Als ze weg is, dan schijnt de zon. Ah, over het weer gesproken, zegt Theo Turbo, hier verderop van de Piratenboulevard. Weet je wat het verschil is tussen het weer en mijn lady? Het weer kan alleen maar mooier worden. Gadverdarrie, hè, ouwe natnek. Wat een figuur die Theo Turbo. Leeft ook alleen maar voor zijn open manta, hè. Voor de rest de plaatjes ook even in de ronde voor Benny Telstar en Wim Salabim. Man zat van de week weer in de knalende knuppel bij Lama Leo en Marietje Grols. Kogellam, hè. Maar de man hebben het uitgevonden, die zit eerst de hele avond aan de groene knuppels. En op een gegeven moment, daar schakelen ze over naar de wodka. Geen verstand, hè. Ze drinken zoveel dat ze de andere ochtend wakker worden met een Russisch accent. Haha. Ach, zei Marietje Grols. Kerels, het zijn de kleine dingen die je doet. Toen keken ze beiden naar beneden, hè, en haalden ze opgelucht adem. Goed, luisteraars, amateurs en natuurlijk niet te vergeten de ladies. Senator Obama gaat hier even door. We draaien even wat plaatjes voor de vuist weg. Wat zwarte pannenkoek met hekwerk op. En voor de rest zit hij nog steeds druk in de bestellingen, hè. Clandestien in de cd-handel. De zwarte pannenkoekparade volume 1, hè. Gaan als warme broodjes over de toonbank hier bij het sendertje. Goed, daar komen ze weer aan. In kalm tempo. Helemaal, optimaal, magistraal en achtmaal verticaal. Dit is de zender Obama met de plaat die u verstaat. Luisteraars en amateurs, een bijzonder groen weekend en bis nächste Mal. Tietom! Wat een sound. Schenk me toch jouw liefde. De zender Obama presenteert de Zwarte Pannenkoekenparade. Volume 1 met onder andere de Voortak. Ik heb een hart zo groot als een klerenkast. Maar ook de Paladijns, Normaal, Henk Wijngaard en het Radio-ensemble. Donders, wat een fijne plaats. Als ik meisjes zie. En nog vele andere knijters van hits. De zender Obama Zwarte Pannenkoekenparade Volume 1. Nu verkrijgbaar. Bij Mediamarkt, Bol.com en op waddensound.nl. Tietom!